Wow, die is echt heel groot. Oh, die binnenkant. Ja. Ongelooflijk. Ik ben Larissa van Endless Weekend en je kijkt naar het Action YouTube kanaal. Ja, misschien ken je ons nog van een vorige video waarin we een makeover gaven. Als je die video hebt gemist, klik dan even hier. En mocht je zin hebben om ons te volgen op Instagram, dat kan ook zeker. Ik ben @taraverbon en dit is @larissaverbon. Nou, je ziet het aan de titel van deze video. We gaan vandaag elke letter van het alfabet shoppen. Vanochtend wisten we dat nog niet. En hoe we daarop reageerden, dat zie je nu. Oh, dat is pittig. Dat is echt veel, hè? Ja, ik zit echt te denken van wow, gaan we het allemaal vinden? Ik denk dat de strategie wordt dat we gewoon alle makkelijke letters als eerste gaan doen. En dan als laatste de moeilijke letters, zoals de Q. Want dat wordt echt een probleem, denk ik. Doe maar een kaart. Ja, dus we gaan voor een car. Ja, die vind ik ook heel leuk. Een theelicht. Thee van theelicht. Kan dit niet gewoon zeep zijn? Want hoe moeilijk is het? Of is dit antibacteriële handgel? Dus met een A. Ik vind deze poef echt super schattig. Echt perfect voor een kinderkamer. Ik wil een smart lamp meenemen. Dat is vet. Cool. Maar deze vind ik ook wel heel mooi, deze lampen. Die kan je ook aan zo'n leuk koord hangen. Ja, dat is wel mooi. Maar wat je zei, je kan theelicht, kan je licht van maken. Nee, kan niet. We hebben al de L gedaan van lamp. We hebben geen M van make-up tas. Ik moet zeggen dat het me tot nu toe wel goed afgaat. Smartlamp. Bandhouder. Nee? Nee, smartlamp. Vaas. Smartlamp. Ja, dat is S. Ja, dus dat is de lamp voor je. Lis. Een jaderodder. Wauw, deze is echt heel mooi. Eén is vanille, deze is pomegranate. Rose. Water. Toner. We gaan nog eventjes verder puzzelen met het alfabet. En gaan jullie zo meteen laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Nou, we zijn echt super goed geslaagd. Mm-hmm. En we gaan nu alles laten zien wat we hebben geshopt. Op volgorde van het alfabet. We beginnen met A. De A van antibacteriële handgel. Yay! En die hebben we hier ten eerste. Hij ziet er echt super cute uit. Die zit in zo'n heel handig dingetje. Zodat je hem aan je tas kan hangen. Of aan je broek kunt hangen. Dat soort dingen. Dus dat is heel erg leuk. In de geur orange trouwens. Hoor je dat geluid? ASMR. Ja, 1,25 euro. Nou, de B van Bubbly Face Mask. Dit is dus een maskertje. En als je deze opdoet, dan begint het helemaal te bubbelen. Heel erg leuk. En het ziet heel erg mooi uit, deze verpakking. En het is echt een hele mooie verpakking inderdaad. En hij is maar 1,99 euro. Gaan we door naar de letter C. En C is voor clips. Ja, dit zijn echt super toffe clips. In dus goud en zwart. Dat vinden ze heel erg tof, omdat we het uiterlijk gewoon heel mooi vinden. Ik gebruik ze voor mijn papieren, maar ik gebruik ze ook bijvoorbeeld om een chipzak eventjes dicht te houden. Dan of wordt het niet thee. Oud. Losse thee, al dat soort dingen. 1 euro weer. Nou. Gaan we door naar de volgende letter. En dat is de D van droogshampoo. En daarvoor hebben we deze uitgekozen. Deze is van Batiste. En ik moet zeggen dat mij vooral gelijk opviel dat ik deze verpakking nog niet kende. Want hij is net ietsje anders. En deze kost 2,99 euro. Dus dat is echt een super goede prijs. En dit is echt ons favoriete merk droogshampoo. Die is echt heel goed. En dan gaan we nu door naar de volgende letter. En dat is de E. Easter Break Kit Kat. Kat in de vorm van een paashaas. Dat is toch gewoon te schattig voor woorden. Ik vind wel dat we moeten openmaken. Want ik ben heel erg benieuwd of het ook echt een beetje lijken op paashaasjes. Oh, dat is leuk jongens. Oh, echt nice. Je hebt er dus 3 van die bunnies in zitten. En die kostte 1,39 euro. Nou, de F is voor Facial Clay Mask. Ja, we hebben echt een superleuk setje gevonden. Dit zijn dus 3 gezichtsmaskertjes. 4. Oh, sorry, 4. Ik kan niet tellen. En echt een superleuke verpakking. Ze zijn echt mega schattig. Ik heb hier Dead Sea Mineral. Aardbei. En ze zien er echt mega schattig super uit. Schattig. Dus als je iets van een avondje hebt met vrienden. De prijs, je krijgt er 4 stuks. In elk tubetje zit 20 gram. En dat is 2,55 euro. Dan gaan we naar letter G van geurkaars. Daar houden we van. Ja, en er waren heel veel keuzes ook. En we hebben gekozen voor deze, want die vonden we er heel erg mooi uitzien. Sowieso de verpakking. Maar ik ga hem ook even voor je openmaken. Hij ziet er gewoon heel erg chic uit. Oh ja, want wat ik ook dus heel leuk vond aan deze kaars, is dat er een hele speciale lont in zit. Oh ja, inderdaad. En dat maakt deze echt extra tof. En ik vind gewoon dat hij er heel erg mooi en luxe uitziet. Met zo'n klein labeltje van goud. Gaan we nu eventjes testen of hij echt gaat knisperen. Sowieso krijg je een hele grote vlam ervan. Dus dat is wel heel mooi. Ja, ik hoor het al. Hoe en deze die kost 3,50 euro. Dus het is echt een hele luxe kaars.
voor een klein prijsje. Dan is het tijd voor de letter H. En H staat voor handcreme. Lekker! En daarvoor hebben we deze uitgekozen. Ook hier hadden we echt weer meerdere varianten gezien. Maar toen we deze verpakking zagen, toen waren we gewoon weer om. Wij zijn meteen verkocht. Echt suckers voor goede verpakkingen. En dit is een hele toffe soort van marble-achtige verpakking. Beetje, doen we denken aan amethyst bijvoorbeeld. En dit is een verzorgende handcreme met shea butter en aloe vera. Deze handcreme die kost maar 1 euro. En ziet er echt uit als een cadeautje. De volgende letter van het alfabet is natuurlijk de I. En dat was voor ons heel eventjes denken, wat gaan wij uitzoeken? En we hebben gekozen voor de I love you kaart. Want ook Valentijnsdag zit natuurlijk weer aan te komen. Dit is een hele leuke, super grote kaart. Hij is dus mega groot. Hier kan je echt een hele grote tekst in kwijt. Hier kun je echt gewoon indruk mee maken. Ja, die doet hem echt helemaal zo open. 80 cent. Ja. Ongelooflijk! De letter J staat voor jaderoller. Dit was echt helemaal een hype en een hele, heel erg hot op Instagram. Ja. De laatste tijd. Ik heb zelf deze groene, die zie ik niet heel vaak voorbij komen. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. Helpt donkere kringen rondom de ogen te verminderen. Nou, hè? Deze is 1,99 euro. En kun je vertellen, dat is een hele goede prijs. Volgende letter is de K. Van kaars. We zeiden net al dat we echt heel veel mooie kaarsen tegenkwamen in Action. Dus we konden niet kiezen. Dus we hebben misschien een klein beetje gecheat dat we een geurkaars en een kaars hebben. Maar deze moesten we gewoon echt even laten zien. Want deze zit, hij ziet zo mooi uit. Ja. Het zit in een keramieke pot. Dus na gebruik kan je deze pot ook zeker gebruiken om snoepkoekjes, je sleutels. Ja, ik dacht eigenlijk meer aan een plant. Ja, dus en hij heeft 3 lontjes. Dus het is ook wel eentje die volgens mij heel erg mooi lekker brandt. En we zijn gewoon dol op kaarsen. Gaan we door naar de volgende letter. En dat is de L van lipbalm. Deze lipbalm. Ja. En die is wel echt super schattig. Hoe leuk. Aardbeiengeur. Het doet me heel erg denken aan een andere soort lipbalm in dezelfde vorm. Ruikt lekker zoet, ja. Oh, hij ruikt heel lekker. En deze lipbalm is 0 euro, nee. Wat? Wacht even. Is gratis? En deze lipbalm is 1,99 euro. Gaan we door naar de volgende letter en dat is de M van mand. Mand. Ja, deze is gewoon prachtig. Mandendolf. Ja, en deze die kost maar 2,99 euro. En voor de letter N hebben we gekozen om voor notitieboek te gaan. Dat is denk ik wel echt een no-brainer. En daar zagen we weer heel veel mooie voor. En we hebben gekozen voor echt dit, ja, een beetje meer klassieker model. Ja. Het heeft een beetje een soort van velvet stofje. En dan heb je hier in goud ideas erop staan. Voor de letter O hebben wij gekozen voor een onesie. Op het plaatje zag het wel heel erg schattig uit. Hij is lekker fluffy en zacht. En oortjes, al die binnenkant. Is oh, dat is heel leuk gedaan. Dus het is echt een soort van zacht stofje aan de buitenkant. En hij heeft een hele mooie voering met een konijntje. Helemaal zacht, een vlies van binnen. Dus dan kan hij geen kou vatten. Voetjes. Dit is echt, dus, dan is hij net een ijsbeer. Ja, dit is, kijk, hij heeft 2 van die kleine oortjes aan de bovenkant. Dus dat is echt mega schattig. En hij is echt heel erg zacht. Dus een gevoerde baby onesie. 7,95 euro. En dat is echt een prima prijs. Want ja, we weten het allemaal. Babykleding is niet altijd even goedkoop. We blijven een beetje in het babythema. Want voor de P hebben we gekozen voor een poef. En echt een superleuke poef. Tada! Dat is zo leuk. Dit is echt een super leuk ding. Het is dus een poefje in de vorm van een schaapje. Je had ook nog 2 andere dieren. En het staat ook gewoon nog eens heel erg leuk als decoratie-item. 9,95 euro. En ik zie nu ook op de bon staan dat er ook een leeuw en een beer van beschikbaar is. Dus superleuk. We zijn nu aangekomen bij de letter Q. En dat was echt even een uitdaging. Want ja, wat begint er nou met de letter Q? Nou, ik vertel het je. QWERTY toetsenbord. Yes. Daar is hij. En dat is dit. En dit is gewoon super chill. Omdat dit eigenlijk gewoon een soort van klein toetsenbord is. Draadloos die je kan connecten met je tablet. Met je telefoon. En dat is gewoon heel erg chill. Dat is gewoon heel erg fijn om te gebruiken. Als je gewoon geen zin hebt om de hele tijd op je telefoon te lopen. Deze die kost 9,95 euro. Dus dat is echt een hele mooie prijs voor zo'n draadloos toetsenbord. Ik vind deze variant, dus met zilver en de witte toetsen, heel erg lijken op mijn Apple toetsenbord. Dus dat staat ook wel heel erg mooi. Ja, ziet er goed uit. De R Rose Water Toner. We kwamen deze tegen en we waren weer gezwicht voor die verpakking. Vooral de verpakking, gezegd, dat het is roze.
mooi lettertypje en het is gewoon een toner. Ik ga eigenlijk gewoon eventjes ruiken, want ik ben wel benieuwd of die ook heel erg naar rozen smaakt. Ik ga hem niet drinken. Nee, dat, laten we dat maar niet doen. Ruikt goed inderdaad. Lekker schoon. Lekker clean. €1,48 is deze. We zijn aangekomen bij de letter S. Smart lamp. En ik moet zeggen, ook daar was echt weer heel veel keuze van. Er waren heel veel verschillende soorten. Met kleurtjes. En dan had je ook nog drie verschillende in kleurtjes. Ja, je had gewoon kleine lampen, grote lampen. En dit is dus eentje die geen kleurtjes doet. Het maar heeft wel, warm white ambience. Dus je kan hem warm geel licht geven. Of je maakt hem juist wat witter, koeler licht. Is vooral heel fijn in deze tijden wanneer het echt super snel donker is thuis. Heel mooi groot. Wow, die is echt heel groot. Ja, maar dit is echt zo'n hele mooie sfeervolle lamp. Voorin alleen maar zo'n simpel houdertje. Ja. Of dat hij dus juist hangt. En je kan hem dus bedienen. En dat is echt, geloof me, ideaal. En voor een smart lamp was deze prijs echt super goed. €9,95. Volgende letter is de T van Tara. Nee, ook van T-Licht. En we hebben gekozen voor dit mooie exemplaar. Het is echt deze is echt leuk. Mooi, toch? Oh, hey. Deze kan je omhoog doen en zo eruit. Dus kan je een mooie grote kaars inzetten. Dat is wel ideaal, want dat zie ik niet altijd. Want soms moet je inderdaad gewoon helemaal erin. En denk je van, hoe wil je dat gaan doen? Ja, verbrand ik dan niet mijn klauwen. €4,98. Nou, dan zijn we nu bij de letter U aangekomen. Het was even weer een uitdaging dus. Maar toen vond Larissa deze zak met UFO-snoepjes. UFO-snoepjes! U van UFO. Ik vond hem echt super goed gevonden. En dit is echt nostalgie. Mocht je niet weten wat het is eigenlijk een soort van snoeppapier. Ietsje dikker misschien dan snoeppapier. En daarin zitten, zit eigenlijk een soort van hele zure, zoete poedersuiker. Ja. De volgende letter in het alfabet is natuurlijk de V. Dus we hebben gekozen voor een vaas. Nou. Zo. Nou kijk, zoals je ziet heeft hij dus hier aan de onderkant zo'n speciaal vormpje. Zodat hij er echt goed in valt. En dus ook niet gaat wiebelen. Dus dat vind ik wel heel erg handig. €2,88. Ja. Zijn we aangekomen bij de W. Van Wandhouwer. Ja. En dat is deze. We zagen deze eigenlijk al meteen liggen en dachten, wow, deze is echt super nice. En in dit setje krijg je drie wandhouders. Aan de achterkant heb je hier al een gat waar je dus, de spijker in kan. En dan kan je ze lekker ophangen. Wat ze op het plaatje lieten zien van de verpakking is dat je er dan een bloemetje in kan doen. Ja, ik zit ook te denken aan als je dus stekjes aan het maken bent van je planten. Oh, dan heb je vaak van die dingen nodig waardoor ze echt goed er eventjes in kunnen staan en lekker smal zijn, zodat ze niet hup zo omvallen. Dus daar zijn deze ook wel echt heel erg geschikt voor. €2,88. Dan heb je deze drie. Nou jongens, volgende letter in het alfabet is de X. En die vonden we wel echt heel erg lastig, dus dat is een van de items geweest die we op het allerlaatst hebben gevonden. De XL Paper Towel Roll, oftewel gewoon de keukenrol, maar dan XL-functie. Nou, onze vader die zou het fantastisch vinden, want die heeft wel eens opgeschreven over zijn XL keukenpapierrol. Dat is blijkbaar wat er gebeurt. Hier kan je gewoon een hele lange tijd mee vooruit. Is gewoon ideaal. Dan kan je nooit zonder raken eigenlijk binnenkort. En we vonden het eigenlijk wel heel slim bedacht om deze te gebruiken voor de letter X. En dat voor de prijs van €1,68. We zijn bij de I. Een yoghurtbeker. We vonden dit wel een hele leuke yoghurtbeker. In heel principe goed is het gewoon, je kan er alles in drinken natuurlijk wat je wil. Misschien een yoghurt smoothie. Ja, je steekt bijna die rietje omhoog. En de prijs van deze yoghurt drinkbeker is 69 cent maar. Dus dat is echt super goedkoop. Geen geld. En dan zijn we nu echt bij de laatste letter aangekomen van het alfabet. En dat is natuurlijk de Z. Van zeep. Ja, we hebben gekozen voor deze. Ik vind hem echt ontzettend tof te uitzien. Nogmaals, we zijn gewoon heel erg fan van verpakkingen. Ja. En dit is gewoon een hele leuke kleur. Het is een beetje koraal, dus het geeft mij ook een beetje lente vibes alvast. Lijkt hij wat luxer. Oh, lekker geur. Hij ruikt heel lekker. Het is een handzeepje, dus die kan je echt overal neerzetten. En deze die kost €1,44 en dan zit er 400 milliliter in. Dus dat is ook best wel die wat. Doe je wel even mee. Nou, van deze Shoplog Challenge is mijn favoriete item wel echt het schapenkrekje. Oh ja? Ja? Ja, kijk dan. Ik vind het gewoon een superleuk ding. Ja, en hij ziet er echt veel duurder uit dan dat hij uiteindelijk is, hè? Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk wel heel erg fan ben van deze smart lamp. Want dit is ook gewoon veel goedkoper dan van een ander merk waar ik thuis al lampen van heb. En het is gewoon echt wat meer design. Dus hij is zeg maar wat groter, wat bijzonder. Dus dat hij, zoals je hem niet weg hoeft te moffelen in een lampenkap, zeg maar. Nou, we hopen dat jullie het weer leuk vonden om deze video te zien. Geef hem een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en te liken op het Action YouTube kanaal. Want er komen nog heel veel andere toffe video's aan. En tot de volgende keer. Doei! Doei!